De opening van de supermarkt in Quinzeel is aanstaande. Dinsdag is de betonvloer gestort. De werkzaamheden verlopen volgens schema en dus gaat de Jumbo Corneef op woensdag 30 mei daadwerkelijk open. De Heul zit sinds januari 2012 zonder supermarkt nadat de Albert Heijn afbrandde. In 2016 werd een nieuw supermarktpand opgeleverd, maar het vinden van een juiste supermarktformule bleek niet eenvoudig. In de supermarkt komen ook een pinautomaat en een slijterij. De flappentap van de Rabobank aan de overkant van de straat ging eind 2016 dicht.